SPM Shooters in het wit won de eerste wedstrijd al. En ook deze in de eigen sfeervolle Maaspoort moest gewonnen worden. Maar Antwerpen was een taaie tegenstander met deze Frank Turner, voorheen spelend in Den Bosch. Zo groeide deze wedstrijd meer en meer uit naar een Europese kraker. SPM Shooters continu met een minimale marge voor, maar de Belgen bleven stug langs zij komen. Pas in de laatste minuten nam Shooters een veilige afstand aan de hand van deze man, Ty Wesley, met 31 punten en 10 rebounds, de uitblinker. Aanvallend heeft Ty Wesley gewoon een topwedstrijd gespeeld. Daar konden we gewoon een zekerheid, je kon er gewoon iedere keer naartoe gaan. Maar goed, nogmaals, onze verdediging liep ook heel goed, waardoor we fast breaks konden lopen, waardoor we hem ook in stelling konden brengen. Dus ik denk dat we verdedigend de wedstrijd hebben gewonnen. 83-76 op de borden, na werkelijk een thriller. En dan heb je ook wat. Ineens gaat SPM Shooters 4 aan kop in Pool A van de Euro Challenge. This game tonight, we zeggen samengeknepen billen in Nederland. You know what it means? Een beetje wel, samengeknepen billen, ja. Ik ben helemaal mee eens met je. Alleen die turn-up, de balverliezers waren een beetje erg, maar voor de rest hebben we heel goed gedaan. Squeeze buttocks. Komt in de buurt, hè, de volgende ronde? Ja, het komt in de buurt, maar we zijn alleen maar halverweg. We moeten nog twee wedstrijden winnen. Dus we gaan er hard, heel hard voor werken. En hopelijk kunnen we een van de uitwedstrijden ook nog pakken. En dan kon het dichtbij, ja. Maar kan je er eentje stelen? Heb je daar al over nagedacht? Nou, eigenlijk niet. We moeten gewoon dit wedstrijd voor wedstrijd bekijken. Maar goed, zoals vandaag ook. We hebben van Antwerpen gewonnen. Van de Est hebben we gewonnen. Dus waarom uit niet? Nu maar eerst eventjes uit in Dion.